Ja, Bob, net nu even behuldigd voor je 100ste. Ja, hoe was dat? 100 in het land? Ja, leuk. Het is alweer even terug, alweer een halfjaartje ongeveer. Maar ja, het is wel mooi om je 100ste te spelen. En het heeft ook wel even geduurd. Ik ben na Beijing erbij gekomen volgens mij in 2008. Dus bijna 10 jaar verder inmiddels. Maar ja, het blijft mooi. En altijd leuk om ook persoonlijk een keer zoiets te behalen eigenlijk. En ook niet meer dan wat. En 100, ik bedoel, de Cup van 100 is wel, het is misschien wel het mooiste om te behalen, denk ik, of niet? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik weet niet hoeveel mensen erin zitten. Maar als het aan mij ligt, ga ik nog door naar de 150 en wie weet wat er daarna nog gaat komen. Maar ik ben er nu ook eigenlijk helemaal niet meer mee bezig. Gewoon komend jaar is weer een mooi jaar met veel wedstrijden. En ik hoop heel veel mooie wedstrijden nog te kunnen spelen. En dan zien we wel waar we aan het einde staan. En kunnen we terugkijken op een hopelijk mooie carrière. Ja, top. Net op het podium met John van Vliet. John van Vliet noemde het al eventjes. Jij gaat voor Team NL ook interviewen. Je wordt eigenlijk een concurrent van ons. Ja, ik weet niet of, concurrent, nee. Ik weet niet of ik interview. Ik ga in ieder geval met Team NL en de CNSF mee naar de winterspelen. Om content te maken, of dat nou interviewen gaat zijn of filmpjes of andere social media, dat weet ik eigenlijk ook nog niet precies. Maar het is wel heel leuk en een mooie kans om aan de andere kant eigenlijk van de sport een keer te staan. En zeker bij de winterspelen, wat voor ons natuurlijk niet echt iets is waar we ons dagelijks mee bezighouden. Dus ik ben heel benieuwd en kijk er heel erg naar uit. Ja, hij was natuurlijk vandaag niet de enige jubilaris. Onder andere ook Margot van Geffen, 150 in het land. Ja, ik zou zeggen, even oefenen, Bob. Ja, ik ga even over microfoon. Ja, tuurlijk. Logo moet altijd in beeld, hè? Oké, leuk. Dat is heel belangrijk. Les 1, nee. Okay. Ja, Margot, 150 in het land. Weet je hem nog? Want het was een paar maanden terug, hè? Ja, het was mijn laatste wedstrijd toevallig die ik heb gespeeld. Finale van de Hockey World League in Auckland tegen Nieuw-Zeeland, dus die weet ik nog wel. Ja. En gewonnen? Ja, gewonnen. Altijd belangrijk. Dus, ja, zeker. Ja. Mooi toernooi, mooi afsluiter en mooi 2017 gehad. Leuk om die zo af te sluiten. Ja. Zeker. En hoeveel gaan we nog komen? Ik heb geen idee. Ik ga lekker van toernooi naar toernooi en voel ik me fit en rijd door. Dus ik hoop wel gewoon door te gaan en nog een mijlpaal te halen. Nou, ik kan je vertellen hoe langer je doorgaat, hoe fitter je voelt eigenlijk. Oké, nou dat belooft wat. Ja, zeker. Ja. Ja. En jouw eerste, weet je die ook nog? Ja, dat was echt totaal anders. Dat was in Amsterdam met echt 7 jubilarissen in een leeg Wagenerstadion. Top. Tegen Zuid-Afrika, dus het was wel een ander contrast, maar ook wel eentje die bijblijft natuurlijk. Ja, en op het middenveld hoorde ik net, ik zag je in het filmpje al een aantal goals maken. Is dat iets wat je erbij gaat ontwikkelen of heb je dat altijd gedaan? Ik ken je wel een beetje, maar ik heb je nooit heel veel zien scoren. Maar... Nee, ik scoor eigenlijk niet zoveel inderdaad. Ik ben meer van het corners halen en assist geven, maar toch leuk om zo af en toe je doelpuntjes mee te nemen ik heb er nu dit jaar 6 gemaakt geloof ik, dus wie weet nog meer. Beloof dat. Ja, mooi. Zeker.